Adrie, studio luidspreker, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Wat doen jullie? Een luidspreker is een redelijk jong bedrijf waar ik nu al 2 jaar voor werkzaam ben. Ik ben onlangs mede-eigenaar geworden. En wat we doen is proberen onze klanten te helpen met communicatie, maar dan in de hele creatieve zin van het woord. Okay. Stel, je hebt iets wat je wil verkopen en je weet er ongeveer aan wie, dan kunnen wij jou helpen om dat, kenbaar te maken. We hebben allemaal als een soort van jongensboek onze baan opgezegd en zijn de voltingen aangegaan. Ja, dat is en, wel durf tonen. Maar ik heb daar heel veel vertrouwen in. Ik ga met luidspreker een hele leuke kant op. Dat wil zeggen dat we communicatie meer zien als iets wat beleefd kan en moet worden. We zijn evenementen aan het organiseren, we zijn campagnes aan het doen samen met de mensen waar het voor bedoeld is. Daar heb je veel meer directe respons dan in traditionele marketing. Maar volgens mij ben je ook een eigen ras echte creatieveling? Ja, ik denk graag in beeld. Ik heb een bepaald idee over iets. En naarmate dat je meer ervaring hebt in je werk, wordt dat idee steeds makkelijker te vertalen naar een echte uitvoering. Okay. Ja, en buiten je ondernemerschap, wat doe je nog meer eigenlijk? Ja, ik ben een aantal jaar geleden een beetje verzot geraakt met wielrennen. Momenteel fiets ik met Amstel Gold mee, de amateurroute en een aantal andere routes. Dan heb je het ook al over een 110, 150 kilometer. Met flink hoogteverschil. Dat jij liever dan ik? Ja. Nou, ik moet zeggen, het is echt behoorlijk pittig. Maar fietsen heeft een hele meditatieve werking als je ook af en toe alleen gaat. Ja. En als je straks je award wint? Wat gaat er dan met je gebeuren? Ik zou het heel tof vinden. Ik ben net bij luidspreker eigenlijk fulltime aan de slag gegaan. Voor mij zou het een vliegende start zijn. Ja. Ik heb echt een duwtje in de rug van. Hey. Ja, echt een mooie duw in de rug. Het is natuurlijk goed om jezelf en je bedrijf zo mooi in de kijker te spelen. Ja. Ja, die vriendenstart zou ik echt wel doen. Ja,